Het zijn altijd dezelfde gezichten die vooraan bij het podium zichzelf schouderbredend wegstand te duwen voor het podium. Hier namens staat Bert, de bluesman Reinders, jawel, Marco van Blues Magazine. En daar hebben we nog eentje erbij staan. Zijn jullie nou tips aan het uitwisselen wat de mooiste lens is? Of zijn jullie gewoon aan het werken? Die jongens zijn mij uit het probleem aan het helpen, want ik heb een gloednieuwe lens gekocht. En verdorie loopt de boel weer in 100, dus het is weer kloten vandaag. Ja, maar Bert, het is een goedkoop modelletje, hè? Ja, klopt, het is een speelgoed eigenlijk, maar ja goed, je moet toch wat als hobby. Chinees. Als Chinees, ja klopt. Of Taiwan is toch? China volgens mij, China, mijn in China. Maar ja, jammer hè? Hij is nog veel te koop, hè. Wat zei je? Hij is nog veel te koop. Dat meen je niet? Ja, ik krijg niks meer op mijn beeld, ja. Nou, dan kan ik nu naar huis. Wat houdt dat in? Alleen groothoekfoto's? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik nu naar huis ga. Dat is jammer. Of ik ga een biertje drinken. Biertje drinken kan ook natuurlijk. Is het blues? Of voor het dikke. Steeds bij het bluesfestival in Ospel en dan kom je mensen tegen die je eigenlijk altijd op een bluesfestival ziet. Je ziet ze links en rechts, maar je ziet ze ook meestal voor bij een podium en dan hebben ze een camera bij zich en dan duwen ze mensen weg en dan maken ze een mooie foto, maar we willen toch eens even weten wat die mensen nou baseert. Hier is Rien Wissen, schrijver, recensist onderhand voor Blok, maakt ook foto's en Bert Lek, die schrijft ook voor Blok, maar ook voor anderen zoals Bobjes Magazine, zei hij net. Ja. Back to the Roots fotografeer ik ook voor en leef ik blues af en toe. De vraag jongens, jullie zijn hier, jullie staan aan het fotograferen. Wanneer is voor jullie nou een goed festival geweest? Als het leuk was, als het gezellig was en als ik goede dingen heb gehoord. En vooral als ik verrassende dingen heb gehoord die nieuw zijn. Wat is gezellig? Hoe omschrijf jij gezelligheid in blues? Gezellig, dat wordt gemaakt door de combinatie van goede muziek en het publiek, de sfeer. Moet je nou dan niet in de zaal staan en kijken naar James Hunt? Ik ga regelmatig, ja, regelmatig, ja. Een goede foto, waar hoort die aan te voldoen voor jou? Ja, voor mij is dat in ieder geval geen microfoons in de smoel. Dat vind ik verschrikkelijk. En wat ik heel belangrijk vind is dat je als je gezichten fotografeert, ik vind het gezicht essentieel van een muzikant. Want ik bedoel, daar herken je toch de mens aan zijn gezicht. En dan het goede moment van expressie. Hè? Iemand die net een ingetogen staat te spelen of die net een geconcentreerde blik met zijn ogen naar zijn instrument heeft of die net een vocale uithaal doet, dat vind ik belangrijk. Blues en emotie dus? Ja. Je moet de emotie van de muziek moet je wel terugvinden in het beeld. Ja. Oké. Ja. Bert. Ja, hi. Dit is nog een Bert. Nog een Bert. Twee Berten hier. Allemaal Berten. Ja. Hij is eigenlijk de man die ooit begonnen is met het Mono Blues Festival. Kijk. Dus die pak je dadelijk erbij. Pakken we er gratis bij. Oh jee, hey. En met de doel. Ja. En dan na 24 jaar. Ja, voor mij ook is de 24ste keer. Vanaf de eerste keer. Ik vergeet nooit, de allereerste keer had ik vreselijke koppijn. Nou, waar gebeurde dan zeg maar dat ze voor jou aspirintje gaan halen bij de bakker? Nergens behalve hier. En dat zegt al genoeg over de sfeer, de gezelligheid van de medewerkers. En Hubert van der Hoofd komt ook nog even langs. Nou, het zegt al veel als je aspirintjes kunt krijgen bij een bakker. Ja, maar hier is alles voor. Kijk, kan je voor elkaar krijgen. Nee, het is gewoon erg gezellig, al die 24 jaar al. Noodgelukkig geen problemen geweest. Is de Limburgse gemütelijkheid? Denk het wel, ja. Hey, jij maakt foto's. Wanneer is voor jou een foto geslaagd? Als jij kijk ik direct terug op het schermpje al? Of denk je van ik bekijk het morgen wel op de computer? Nee, en dan gooi ik het gelijk weg wat niet mooi is. Bij mij moet je meestal scherp zijn en een expressiegevoel aangeven van de artiest. En eigenlijk de sfeer weergeven. Ik probeer ik op een foto vast te leggen. Maak je gelukkig wel eens overzichtsfoto's van het podium bijvoorbeeld? Dat zie je weinig terug. Dat heeft niet veel. Als ik het doe, doe ik het zeg maar voor de mensen die het organiseren. Maar voor mij heeft het weinig waarde. Ik ga vooral voor expressie van de koppen. Jullie schrijven ook recensies, alle twee? Ja. Heb je wel eens af en toe het gevoel van, nou, dit was niks en ik zet het er ook in ook, dat ik het helemaal niks vond? Of heb je altijd nog zo'n voorgevoel, ja, het is toch mijn liefde blues, dus ik ben een beetje voorzichtig met wat ik schrijf? Ik ben heel eerlijk.
En ik probeer het er op een nette manier in te zetten. Dat de mensen toch zeg maar eruit kunnen halen dat het niet veel bijzonders was, een concert. Rin, voor jou hetzelfde? Ja, ik schrijf toch wat ik wil eigenlijk. Maar wat ik wel belangrijk vind is als gewoon een artiest optreedt waarvan je zegt, nou ik vind eigenlijk niks. Kijk, het is makkelijk om te zeggen ik vind het niks, maar dan staat er niks. Je stellingen moet je met motivatie onderbouwen, dat is journalistiek. Ja, en smaak is moeilijk te onderbouwen vaak. Ja, maar het is niet altijd een kwestie van smaak hoor. Ik vind dat een mening van een recensent toch wel vaak gebaseerd is op lange ervaring en zo. Kijk, ik hoor op deze festivals voor mijn echte persoonlijke smaak steeds minder. Omdat ik gewoon, ik ben in eind jaren 60 met blues begonnen. Ik ging halverwege de jaren 70 al voor het eerst naar Amerika. Nou ja, toen kon je daar gewoon nog, weet je, dan ging je daar gewoon de straat in en op de ene hoek speelde Walter Horton en op de volgende Sonny Land Slim en op de volgende Buddy Guy die gewoon in de kroeg stond met Junior Wells. Ja, dat zijn gewoon tijden die zijn vervlogen. Dus voorbij. Ja, ik ken het. Ik heb nog het eindje meegemaakt dat Beale Street was en nou is het alleen maar een ophoping van commercieel interessante cafés. Ja, ja, ik heb het nog meegemaakt dat het dichtgespijkerd werd voordat het weer open ging bloeien. Ja. Maar goed, ook daar in Memphis, daar zijn ook een hoop ghetto clubs. Ik vind nog altijd, voor mij de meest intense beleving van blues, dat is zwarte blues voor een zwart publiek. Dat is zo anders dan hoe je het eigenlijk hier ervaart. Dit is toch... Ja, weet je, het zijn festijnen van veel zuipen vaak en wel lol hebben op de muziek en wel boogie high gaan op die muziek. Maar als je de interactie ziet, hoe zwarte mensen dansen en als er dan een zwarte band in zo'n kleine club op een bühne staat, ja, dat is voor mij gewoon het ultieme bluesgevoel. Nou, ik denk als we zo Rien horen dat we nog... Misschien wil ik hier een gast kunnen uitnodigen voor een normale uitzending van Bluesmoes, maar van vandaag laten we het er even bij. En bedankt voor je... Interview dat je even bij ons zelf zijn. Ja, ook Bert. En ik zou zeggen, nog veel plezier. En ik hoop toch dat je een beetje een bluesgevoel hebt vanavond. Ja, lach maar.